wel. De heer Van Hagen van de Groep Van Hagen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is misschien wel een mooi moment om dan nu even te memoreren dat de VVD gisteren nog tegen de motie stemde van mij om de IC-capaciteit op het Europees gemiddelde te brengen. En dan is dat zorginfarct waar net al aan gerefereerd werd, is er nu. Dat was er al voor corona en dat komt door de VVD. Maar goed, we staan hier natuurlijk vandaag om de huidige maatregelen te bespreken. Maar wat er op 12 november gaat gebeuren is misschien nog wel veel erger. Hè? De VVD is bezig met een wetswijziging om de QR-code ook toe te staan op het werk. En dan ook in de ziekenhuizen. Dus mijn eerste vraag aan mevrouw De Vries is, ja, welk percentage van het verpleegkundig personeel, dus artsen en verpleegkundigen, is niet gevaccineerd? Mevrouw De Vries. Ja, voorzitter, ik wil wel even beginnen met het eerste deel van het betoog van de heer Van Haga. Want wij regelen hier niet meer personeel of IC-bedden met een motie. En dat soort symboolmoties, dat klinkt misschien leuk voor de buitenwereld, maar daar regelen we het gewoon niet mee. We krijgen daar niet meer mensen op de IC's, dan moet je echt andere dingen doen en dan heb je echt ook een lange adem voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. En dan uw tweede vraag was van hoeveel mensen zijn nu gevaccineerd die op de IC's liggen volgens mij, als ik het wel heb. Nee, dat was het niet. Ik neem aan dat dit niet van mijn interrupties afgaan. Want nee, een verhelderende vraag. Anders geef ik straks het verkeerde antwoord. Ja. En dan krijgen we daar weer veel meer van. Haga, kijk, de vraag was, in de ziekenhuizen komt straks die QR-pas, die QR-code, als het aan uw partij ligt. Maar welk percentage van het verpleegkundig personeel, dus artsen en verpleegkundigen, zijn er niet gevaccineerd en gaan er dus straks een probleem krijgen? Mevrouw De Vries. Ik heb begrepen van, ik meen de heer Kuipers, dat ongeveer 90% van het personeel gevaccineerd is. Maar als anderen daar andere cijfers van hebben, dan ik ga af en wat de experts daarop aangeven. Heer Van Haga. Nou, over het algemeen zijn medici wat voorzichtiger met dit soort experimentele vaccins. Dus het percentage ligt iets hoger. Maar goed, laten we uitgaan van 10% ongevaccineerd. Die kunnen straks dan niet naar... Wat zit de minister nou te schudden? Wat is dat voor een irritant gedrag? Ja, dan denk ik, blijf gewoon op de telefoon spelen, maar ga niet zitten schudden terwijl ik hier wat aan het zeggen ben. Maar goed, misschien ik ga mag verder. Ik inderdaad even vragen. Ik heb het zelf niet gezien, maar het is wel goed om aandacht te hebben voor de Kamerleden en het non-verbale zoveel mogelijk te beperken. Straks krijgt u de gelegenheid om te reageren op de inbreng. Het woord is aan de heer Van Haga. Nou, ik moet zeggen, hij had wel aandacht, maar het was een beetje een rare aandacht en daar ging ik op in. Maar goed, stel dat het 10% niet gevaccineerd is en we zitten al met een enorm zorginfarct. Denkt u niet dat juist door die maatregel straks de zorg helemaal gaat imploderen? Mevrouw De Vries. Wat ik begrepen heb van het kabinet is dat ze kijken naar de optionele mogelijkheid. En dat wetgevingstraject moeten we met z'n allen hier nog doen. Daar gaan we nog uitgebreid over in discussie van welke gevolgen heeft dat dan en hoe moet je dat dan doen. In dit geval zou het optioneel zijn. Maar goed, er zijn ook wel medewerkers in de zorg die zeggen, ja, bij hepatitis B doen we daar helemaal niet moeilijk over. Dan wordt er ook gezegd van dat is een verplichte vaccinatie voor mensen. En als je daar niet aan wil voldoen, dat mag natuurlijk. Maar dan is het wel zo dat er ook een andere werkplek voor je wordt gezorgd, omdat het te gevaarlijk is. Heer Van Haga. Ja, tot slot. Kijk, mevrouw De Vries noemde het net een symboolmotie. Ja, en dat je dat niet eventjes zo in zo'n korte tijd regelt, maar dan ter afronding. Ik vind 11 jaar om fatsoenlijke zorg te regelen, vind ik dan wel voldoende tijd. En die heeft u gehad en u heeft het volledig uit de hand laten lopen. Mevrouw De Vries. Ja, ik neem echt afstand van de woorden dat wij geen fatsoenlijke zorg in Nederland zouden hebben, voorzitter. Ook dit is nog een interruptie van de heer Van Haga. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. De discriminatie van ongevaccineerden. Hè? Wat ik me nou afvraag is dat ik begrijp dat D66 het prettig vindt om die vaccinatiegraad omhoog te krijgen. En D66 schuwt dwang en drang daarbij niet. Maar zou het dan ook niet logisch zijn om daarnaast ook logische verlichtingen toe te passen voor mensen die bijvoorbeeld doormaakt hebben? Hè? U heeft tegen mijn motie gestemd om het herstelbewijs 1 jaar geldig te laten zijn. Een dag later kwam het kabinet er zelf mee, dus waarvoor nog mijn dank dat het in de achterkamertjes toch is geregeld. Maar een andere motie waar u tegen heeft gestemd is het testbewijs langer dan 24 uur geldig te laten zijn. Hè? Je hebt een incubatietijd van 5 tot 7 dagen... Ik vraag me af, waarom stemt u daar tegen? Het zou toch mooi zijn als we dit in lijn brengen met de andere EU-landen. U bent eurofiel. Als we naar alle andere EU-landen bekijken, de meeste hanteren 72 uur, zouden we daar niet naartoe kunnen? De heer Paternot. Ja, ik hou van Europa, dat klopt. Ik geef ook vaak voorbeelden uit andere Europese landen. Die 24 uur, dat is natuurlijk ook een beetje een
een les die we hebben getrokken, waar we ook wat leergeld voor hebben betaald bij die discopiek. Toen het OMT natuurlijk zei, ja, laat het nou niet langer dan 24 uur geldig zijn. Want bij een PCR-test zou dat kunnen, maar bij die antigene sneltest is dat niet verstandig. Omdat de kans daarna best groot, veel groter is relatief dat mensen alsnog besmettelijk blijken te zijn. Dus doe dat nou niet. En ik denk dat het goed is om ons daaraan te houden. Dat is ook de reden dat ik tegen uw motie heb gestemd. En met mij trouwens al mijn collega-fractieleden. De heer Van Haga. Nou, dat verschil tussen die PCR-test en die antigeentest, ja, ik weet niet helemaal waar u dat vandaan haalt. En bovendien, beide testen zijn zowel bij de vals positieve als de vals negatieve niet helemaal betrouwbaar. Maar goed, stel dat je er wel van uitgaat, en dan blijft het raar dat we iets anders doen dan de ons omringende landen. En het komt in veel debatten voor trouwens. We doen met wapenexport, hebben we vanochtend een debat over gehad. Blijkt ook dat we iets heel anders doen dan de ons omringende landen, terwijl we toch heel eurofiel proberen te doen. Dus nogmaals, waarom is die afweging zo? Want aan de ene kant heb je dus dat gevaccineerden wel een groen vinkje krijgen, terwijl ze ook besmet kunnen zijn. Dus we accepteren daar een bepaalde onzekerheid. Maar als het gaat om ongevaccineerden het iets makkelijker te maken, en ik neem aan dat u het uit heeft gerekend, hè, wat het verschil is tussen 24 uur, 48 uur en 72 uur. Waarom accepteren we dat dan niet? Heer Paternotte. Ja, vanwege wat we zelf net hebben meegemaakt. En ja, ik bedoel, u had wapenexport erbij. Ik vind het altijd goed om te kijken naar voorbeelden van andere landen. Maar uiteindelijk is dit wel iets wat we in Nederland nog zelf moeten besluiten. Als u mij nu wilt gaan overtuigen dat Europa voor ons de geldigheidsduur van testen moet gaan bepalen, dan denk ik dat we ook wel een beetje in een gedaanteverwisseling terechtkomen die wij echt niet moeten gaan meemaken met D66 en BVNL. Nee, laat ik u gewoon zeggen, volgens mij moeten we hier op de wetenschap volgen. En het OMT was hier glashelder over. Dat was voor de discopiek van juli. En ook daarna van nee, je moet zo'n antigenetest 24 uur geldig maken, want anders is die veiligheid niet voldoende op orde. Ik hoorde hier collega's van u die zeggen, ja, maar er sluit nog wel eens wat doorheen. Dat iemand die getest is toch besmettelijk is. Of dat een gevaccineerde toch besmettelijk is en bij zo'n event het overdraagt. Ja, dat klopt. Laten we dat risico alsjeblieft klein houden. En die 24 uur is daarbij heel belangrijk. De heer Van Hagen, ja, tot slot. Voorzitter, tot slot. Ja, die discopiek die zegt natuurlijk helemaal niets. Hè. Ik heb in het vorige debat aan minister De Jonge gevraagd, nou, is dat nou uitgerekend, hè, die 24 uur of 48 uur of 72 uur? Nou, hij had die berekeningen en die gaat in mei ook nog toesturen. Dat is staat in de brief. Staat in de brief, de afgelopen pagina's, die brief. Dus. Ja, nou, ik heb ze nog niet alle 84 gelezen, maar ik zal dat gaan. Maar als daar dus die berekening in staat en die berekening is zodanig dat het effect minder is dan het effect van een gevaccineerde die wel een groen vinkje krijgt, terwijl die hartstikke besmettelijk kan zijn in een restaurant, lekker iedereen kan gaan zitten besmetten, dan neem ik toch aan dat we daar gewoon over moeten kunnen praten. Heer Paternotte. Ja, voorzitter, als je het veiliger wil maken, dan zou je ook kunnen kijken naar wat Jaap van Dissel zei. Dan is eigenlijk die test nog niet veilig genoeg. Dan zou je beter of kunnen zeggen, je laat alleen mensen binnen die gevaccineerd zijn of het virus gehad hebben, of mensen die in plaats van een antigenetest een PCR-test hebben gedaan. Nee, ik denk dat we die veiligheid, zeker nu een fase waarin veel meer mensen in Nederland rondlopen die het virus meedragen, dat niet het moment is om te gaan zeggen, we gaan de teugels wat dat betreft laten vieren en meer risico nemen met die testen. Dat lijkt me niet verstandig. Dank u wel. Nee, ik geef nu echt het woord aan mevrouw. Nee, ik wil echt, we hebben ook straks nog drie bewindspersonen, dus ik wil echt wat gaan handhaven als het gaat over 6 interrupties, vragen en opmerkingen. Excuus.